Goedemorgen, leuk dat je naar deze Glamour vlog kijkt. Mijn naam is Naomi Sint-Just en ik ga jullie 24 uur meenemen. Het is zaterdagochtend, ik ga snel mijn koffertjes pakken. Ik ben al een beetje laat, dus ik moet heel erg opschieten. Zo, ik ga even mijn spullen pakken. Alles ligt overal. Ik ben inmiddels in Rotterdam en het regent hier echt keihard. Dus ik ben blij dat ik mijn regenjas aan heb. Ik heb mijn haar dus gestyled en dat kan dus niet tegen de regen. Oké, ik ga even aanbellen. Ik ben inmiddels in Rotterdam bij mijn broertje en mijn schoonzus. En we gaan even gezellig chillen. Oh, daar is hij. Auwie. Ja, ik zei broertje, maar broer, je bent eigenlijk inmiddels 2 koppen groter dan wat ik ben. Kom, we gaan. Oké, let's go. Echt een heel chill uitzicht. Ik ben nu bij de Bijenkorf en ik zit te twijfelen tussen deze groene bikini en deze roze bikini. Wat vinden jullie mooier? Amsterdam, wat ben je mooi. Ik ga vanavond bij de Hewitt aan slapen, daar zijn we nu. De familie van Bobby. Onze room for tonight. Hallo. Party, party, party. Oh, jacuzzi. Wow, kijk eens hoe mooi mijn schoenen glinsteren. Oh ja, dat doe je natuurlijk ook altijd. Ik ben natuurlijk niet een professionele vlogger. Maar je laat natuurlijk ook altijd even zien wat je aan hebt vandaag. Ik heb een pak aan van Arket, volgens mij, als ik het goed zeg. En schoenen van Margiela. En ik had ook een zilveren regenjas aan vandaag. Dat is deze. En die komt van de Tit Store. En die is van House of Sunny. Ik was zo net even snel naar de Bijenkorf om een nieuwe bikini te halen. En ik zat te twijfelen tussen de roze en de groene. Maar ik ben uiteindelijk voor de mooie groene gegaan. Er zit een heel mooie glans omheen. Dit is het broekje. En dit is de top. Het is echt heel mooi geworden. Ik weet niet of je het zo goed ziet, maar ik doe hem even hier tegenaan. Het is echt een hele mooie kleur groen. Heel erg blij mee. Die ga ik straks lekker aantrekken in de jacuzzi. Ik heb hem aan. Dit is de nieuwe bikini. Dit is de kleur. Het heeft een beetje zo'n, hoe zeg je dat, zo'n 70s. Ik weet niet of het 70s is. Modelletje. Heel erg mooi. En het broekje is ook heel mooi. Dus time for the jacuzzi. Hey. Lekker een rozeetje. Oh, wat fijn. Oeh. Nootje erbij. Cheers. Jee, jacuzzi time. Kijk wat een mooie bloemetjes op de achtergrond. Cheers. Kijk hoe mooi een klein maatje. Ik hou echt van de maan en van de sterren. Goedemorgen, het is maandagochtend. We zijn net wakker geworden in het W Hotel. We hebben net lekker ontbijt besteld. Lekker een verse smoothie. Ik film dit stukje even omdat het gaat over vrije vrouwen. Vrouwen die doen waar ze zelf zin in hebben. Dus vrouwen die vinden dat ze niet per se getrouwd hoeven te zijn. Vrouwen die niet per se vinden dat ze moeder hoeven te worden. Maar ook vrouwen over het dragen van bijvoorbeeld een rokje en hoe je je daarbij voelt. En hoe je soms ziet dat wanneer je een rokje draagt, dat een man automatisch denkt dat je niet onschuldig bent of een bepaald soort aandacht wil. Ik denk ik film even een stukje, want ik vind het altijd wel een interessant gesprek. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden en of dat jullie altijd dragen waar je zelf zin in hebt. Of dat je ook wel eens denkt, oeh, dat kan ik beter niet aandoen, want het geeft misschien een bepaald signaal af. Er was net een vrouw die werd geïnterviewd, die kwam uit Londen. En die had een poosje in Amsterdam gewoond en die zei dus dat ze zich in Amsterdam heel ongemakkelijk had gevoeld. Dat ze heel snel werd uitgemaakt voor hoer of werd nageroepen door mannen op straat. Omdat het hier blijkbaar minder geaccepteerd is om je seksier te kleden met uitgaan of met een vrijdagmiddagborrel of om een rokje te dragen. Dit is eigenlijk zo'n moment dat ik van mezelf baal dat ik niet op de fiets ga, maar dat ik een Uber bestel. Ik zou heel graag willen fietsen, maar ik loop ontzettend achter. Vandaag met mijn afspraken. Ik ben overal te laat, dus het gaat helemaal lekker. Dus ik ga snel een Uber pakken. De Uber staat er al. En ik val bijna van de trap af.
want ik woon 4 hoog. Hallo. Goedemiddag. Naomi. Yes, klopt. Naomi. Ja, zeker. Met jou ook? Ja, gaat ook goed. Ik ga nu naar mijn derde acupunctuur sessie, Japanse acupunctuur. En ik zal jullie daar zo meteen even wat meer over vertellen. Ik heb acupunctuur gedaan, wat echt super ontspannend is. Wat echt, echt heel fijn is, Japanse acupunctuur. Het is net anders dan Chinese acupunctuur, want Japanse naalden die gaan echt veel minder diep. En ik ervaar het echt als heel ontspannend. Even een snelle lunch van een broodje met kousenband en tempeh. Dit hele pand is een nieuw hotel in Amsterdam waar wij de kunst hebben verzorgd. Nou, voornamelijk Pablo dan. Ik zal jullie het even laten zien. Dit is dus de ingang. Dit hier komen nog zwarte lijnen over. Deze deur wordt eigenlijk zo'n deur, maar die was niet op tijd geleverd. Dus die gaat er nog uit, zeg maar. Hey, Pablo. Ik ben nu al een zwarte lijn aan het aanzetten. En hier had je eigenlijk een heel leuk dingetje gemaakt. Dat je dus het poppetje ziet door middel van de spiegel. Maar dat zie je nu dus niet meer door de tekst die hier overheen staat. Heel veel mensen vragen zich altijd af wat ik dan precies doe. Ik ben mede-eigenaar en managing director bij House of Pablo. Of eigenlijk Arbe Pablo Lucker BV. Ik ben verantwoordelijk voor het hele zakelijke gedeelte. Dus dat betekent dat ik alle deals sluit. Dat ik zorg dat we de juiste visie achterna gaan. Dat ik bezig ben met de strategie, maar ook met het verkopen van de kunst. PR, marketing. Eigenlijk alles behalve het maken van de kunst. Ik was helemaal vergeten te vertellen wat ik aan heb vandaag. Ik heb een blouse aan van iProject. Zwarte tas van Chanel. En een lichte spijkerbroek van Off-White. En even kijken. Oh, kut, zie je zo niet. Oh, ik ben echt geen pro. En hakken van Ico. Hier gaan we eventjes eten bij de Japanner. Dus een van mijn lievelingsteentjes. Goedemorgen. Ik was gisteren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Dus bij deze. Dit was 24 uur met mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en heel veel plezier met het kijken van de volgende Estafette vlog. Het is trouwens 6 uur 's ochtends, dus ik ben echt mega moe en brak. Maar dat was het.